Het thema van The Passion 2021 in Roermond is Ik ben er voor jou. Met hulp van het Kansfonds wordt er in die omgeving gewerkt aan een samenleving die dat waarmaakt. Ook als het even tegen zit. Zoals bij speelcoach Henk in Venraai. Alles goed? Henk, mee, Mattie. Henk, wie toch? Alles goed, jongens? Ja. Door Henk, of Henkie zoals hij ook wordt genoemd, kunnen kinderen in achterstandswijk Brukske plezier maken en gewoon ongedwongen kind zijn. Oh jongen, hey, maak die veertel dicht! Henkie is een begrip in de wijk. Alle kinderen kennen hem en hebben respect voor hem. Ik weet alleen dat vroeger toen ik een jaar of 10 was, dat als iemand tegen mij zei, Henkie, je hebt een gave. Maar die gave weet ik bijvoorbeeld niet. Dus zal dit wel zijn, ik weet het niet. Dat weet ik niet, zal dit wel zijn, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet, want als ik 100 kinderen hier om me heen heb, ik denk dat er niet eentje bij is waar ik een probleem mee heb gehad. Gek is dat. We gaan die kleintjes die gaan dadelijk hier tegen hun spelen, ja? Oké? Zeg voilà! Sommige mensen hebben het je ne sais quoi. Nou, dat heeft Henk. Een hele lieve, aardige, spontane, actieve, drukke man. Karima is Henkie's rechterhand. Ze helpt Henk bij het uitvoeren van alle leuke plannen. Hij kan ook echt de stoutste, de vervelendste kinderen met de grootste bek kan hij kalm krijgen. Hoofd maar langslopen en zeggen van, hey, gedraag je. En dan luisteren ze ook echt. Dus de kinderen kunnen het echt hebben van Henkie. Als je de kinderen in de wijk ernaar vraagt, zijn ze allemaal laaiend enthousiast over Henkie. Ja, hij is een hele aardige man. En hij organiseert heel veel dingen. We doen hier heel veel leuke activiteiten met Henkie en Karima. Hij probeert allemaal leuke activiteiten voor kleinere kinderen en ons. Het is een leuke buurt hier. Iedereen is bevrienden met elkaar. Ik vind het superleuk wat hij allemaal doet en heel lief. Brukske! Een echte multiculturele wijk. Er zijn iets van 91 nationaliteiten in de wijk. Omdat het goedkope, goede woningen zijn, zijn er veel arme gezinnen wonen er ook. Dus heel veel kinderen krijgen daarom ook geen kans. Omdat ze kunnen niet mee naar een sportvereniging, want het kost geld. Ze kunnen niet mee naar weet ik wat voor evenement, want het kost geld. En van zo'n project als dat van Henk kost niks. Ze kunnen gratis meedoen. En dat is helemaal... Dan kunnen ze toch leuke dingen meemaken. Want leuke dingen meemaken is essentieel voor een kinderleven. Hij is een hele positieve jongen. En hij denkt heel leuk over kinderen en zo. En hij is ook heel lief tegen kinderen. En dat is wat Henk vooral ook wil leveren, hoor. Van een leuke kindertijd, van je moet leuke dingen met ze doen. En als je dat doet, kun je ze ook aanspreken op dingen die minder leuk zijn. En dan luisteren ze ook. Sommige kinderen hebben gewoon geen respect. Ja. Vooral die de jongens die een beetje oud zijn. Ja, die tieners of pubers. Die hebben een grote mond tegen hem. Hij zegt dan, eigenlijk negeert hij het dan eigenlijk. Dan zegt hij niks terug. Je mag eens. Nee, geef eten. Je bent elf. Ik had die. Oh, het is een Ja, hij ziet de kinderen en dat is ook al heel belangrijk. Kinderen worden niet altijd gezien, hè? Alleen als last. En hij ziet de leuke kant van de kinderen en doet er ook leuke dingen mee. En dat merk je gewoon, dat vinden de kinderen fantastisch. Ja, luister, de kleine kindjes, die hebben ook wel eens ideeën, snap je? En het is ook heel belangrijk dat je zelf met een idee komt. Kijk, als je iets nodig hebt, dan ga je naar mama toe of naar papa, of niet? Kijk, en als je dan dadelijk iets gaat organiseren, en je hebt zelf een idee, en als je dan mee naar Henkie gaat, of naar Karima gaat, of naar Manja, dan kun je dan misschien zeggen van, hé, dit vind ik wel leuk, zo, dat is een keer te doen. En daardoor zijn ze ook later ook meer aanspreekbaar, ook als ze opgroeien. En de leeftijd krijgen dat ze lastig gaan worden, kan hij ze aanspreken. En een ander kan dat niet meer. Snap je? Box. Ben je met Mattie? Ja. Goed zo. Oké, ja, lang, hè. Weet je, de kinderen kunnen gewoon zichzelf zijn bij Henk. Ik denk dat het is. Ze hoeven niet nep te doen. Ze hoeven niet, oh, van nu moet ik me perfect en keurig gedragen. Nee, ze zijn gewoon wie ze zijn.
Ze kunnen gewoon zichzelf zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Schiet hem op! Hey, mama, rood! Schiet hem op! Ontdek meer projecten waarin mensen in de marge nieuwe kansen krijgen. Kijk op kansfonds.nl/paasquiz.